heb ik weer een nieuwe video voor jullie en vandaag heb ik een praatvideo om jullie over een paar dingen op de hoogte te brengen. Ik zit buiten, het is meer dan 30 graden, dus dat is echt veel te warm om boven op de zolder te zitten en ja, ook omdat het daar echt heel warm is en het leek me ook wel eens leuk om buiten te zitten. Het kan wel zijn dat je vogels hoort fluiten, auto's hoort voorbij rijden of iets anders. Maar ik hoop dat het geluid toch nog goed is en ja, laten we er maar heel snel aan beginnen. Als eerste wil ik het met jullie even hebben over de examens. Ik heb dus binnenkort examens, zoals jullie al wel weten. En ik heb het daar echt altijd heel lastig mee om dan ook nog video's te combineren. Dus het kan zijn dat er geen video's online komen omdat ik echt geen tijd heb. Maar ik ga vandaag nog proberen om een paar video's op te nemen die ik dan kan inplannen dat er tijdens de examens toch nog wat video's online komen. Ik heb examen van 16 juni tot 23 juni, dus dat is eigenlijk maar van dinsdag tot dinsdag. Dus als er dan even geen video komt, is het omdat ik examens heb. Dan als tweede wil ik het even hebben over de winactie. Uiteraard nog altijd voor mijn 1000 abonnees. Ik heb nu ondertussen al in de 1100 abonnees waar ik ontzettend blij mee ben. Maar we blijven nu even bij de winactie. Normaal gezien komt de winactie volgende week vrijdag online of volgende week zaterdag. Dan moet ik nog een beetje zien dat ik tijd heb. En het is dus in ieder geval volgende week. Ik had gezegd dat er nog één kwam en dat ik de spulletjes nog niet had. En volgende week moet ik ze normaal hebben, dus dan komt die normaal gezien volgende week donderdag of vrijdag of zaterdag online. En ik vind het zelf wel leuke spulletjes dat ik ga weggeven. Dan moet er nu echt een bij boven mijn kop komen vliegen en de video hier verpesten. Allee, hup. Als derde wil ik het even hebben over Final Cut Pro. Ik heb dus voor de 1000 abonnees Final Cut Pro gekregen en vanaf nu zal ik daar dus ook mijn video's mee bewerken. Ik wil wel even zeggen dat het nogal een beetje een moeilijk programma is, dus ik moet nog een beetje mijn draaier mee vinden. Als er dus soms kleine foutjes of zo in de video zitten, is het omdat het gewoon nog een beetje moeilijk is en omdat ik niet weet hoe dat het anders moet. Dan als vierde wil ik het nog even hebben over YouTube-ideeën. Ik ben vaak bij YouTubers in de reacties zo van dat de kijkers vragen om video's, suggesties te geven. En dat mogen jullie bij mij ook natuurlijk altijd doen. Ik vind het heel erg leuk als ik video-ideeën krijg. En dan zal ik dit waarschijnlijk ook wel doen. Want zo krijg ik ook een beetje een idee wat jullie leuk vinden en wat jullie nog op mijn kanaal willen zien. En dan wil ik ook nog even vragen. Ik had zo het idee om een video te maken over mijn YouTube boekje. Dat is alles wat met YouTube te maken heeft. Schrijf je dus op in het boekje. En ook wat dus het leven van een YouTuber eigenlijk allemaal inhoudt. Maar die video dat zal dan waarschijnlijk zijn voor na de examens. Als je dat nu wil zien, laat het dan zeker echter in de reacties of doe een duimpje omhoog of zo. Maar laat het in ieder geval weten. En dan als laatste, ik zie de laatste tijd bij YouTubers meer en meer een livestream. En dat wil dus zeggen dat je eigenlijk live op dat moment praat tegen een webcam en dat al je kijkers dat kunnen zien. En ik wil dat ook wel eens doen, maar dat zal dan sowieso na de examens zijn. Maar als jullie dat ook leuk lijkt, laat het dan ook zeker achter in de reacties. En dan was dit mijn praatvideo. Nu zijn jullie over een paar dingen even op de hoogte gebracht of wil ik iets weten van jullie. Laat zeker achter in de reacties wat jullie ervan vinden of video-ideeën of zo. En vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te doen en te reageren. En dan zie ik jullie hopelijk binnenkort weer. Dag!